Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, het is alweer heel wat weken geleden dat we uitgebreid debatteerden over ontwikkelingen rondom het coronavirus, titel ook van dit debat. En bovendien met dit verschil dat we toen in een plenaire zaal zaten en nu in een commissiezaal. Ik denk dat dat ook markeert dat corona nog wel onder ons is, maar gelukkig veel minder een stempel drukt op onze samenleving. En dat is natuurlijk een goede zaak. Het kabinet heeft ons ook al een lange termijn visie ook toegezonden, waar we op een later moment uitgebreider over gaan spreken. Maar tegelijkertijd, het is natuurlijk wel een visie waar je tegelijkertijd al nu invulling aan het geven bent. Samenleven met corona, samen verantwoordelijkheid nemen. Eerlijk is eerlijk, dat klinkt behoorlijk ons positief in de oren. Dat is eigenlijk wat wij al lange tijd ook hebben bepleit, al eerder in deze coronatijd. Tegelijkertijd, je kan zeggen, ja, dat spreekt me aan qua trefwoorden, maar zo'n nieuwe strategie moet zich nog wel gaan bewijzen in de praktijk. En ik zou twee punten er voor nu uit willen lichten. Er wordt niet uitgesloten dat er opnieuw vergaande maatregelen worden genomen. Het uitgangspunt is anders en duidelijker, maar het wordt niet uitgesloten. En dat roept dan ook de vraag op, in hoeverre is er nu echt sprake van een breuk met het verleden? Het kabinet treuzelt bijvoorbeeld ook om de tijdelijke coronawet in te trekken, wat in strijd is met de aard van die tijdelijke wet. En een tweede punt, vaccinatiedrang en dwang. We hebben ook steeds beklemtoond, iedereen moet vrij en weloverwogen, goed geïnformeerd een keuze kunnen maken om zich al dan niet te laten vaccineren. Ik lees in de lange termijn strategie, het kabinet zal de inzet van de aanvullende maatregelen verkennen die de vaccinatiegraad verhogen, niet het noodzakelijk zou zijn om een open samenleving zonder ingrijpende contactbeperkingen toegankelijke zorg te waarborgen. Pagina 20. En dat is een wat cryptische zin. Dus wij vroegen ons af, wat wordt ermee bedoeld? En wat houdt dan ook die verkenning in aanvullende maatregelen? Wat ons betreft wordt de schaarse tijd en energie in andere taaie vraagstukken gestoken. Ik gaf al aan, op 16 mei wordt er een hoorzitting over het lange termijn beleid georganiseerd. En op 1 juni volgt hierover een apart debat, zoals nu in de planning staat. Maar we lezen tegelijkertijd ook al in de brief dat wij over een aantal punten nog geïnformeerd zullen worden. Zoals, hoe gaat het nu met de plannen die sectoren en branches uitgedacht door het kabinet zelf maken? Zit hier voortgang in, hun preventieve acties? Het zou goed zijn, zeg ik ook praktisch, als wij ook op punten waar het kabinet heeft gezegd, we informeren u nog nader, en misschien ook vragen die vandaag opkomen, dat we die ook tijdig in een brief, ook voor dat debat op 1 juni, zeg maar, zouden kunnen krijgen. Zodat we ook eigenlijk met de laatste informatie ook dat debat verder kunnen aangaan. Voorzitter, het is realistisch, dat gaven collega's net ook al aan, dat het aantal besmettingen in het najaar weer kan oplopen, de druk op de zorg weer fors kan oplopen. En een belangrijke vraag is daarom juist nu in deze rustige tijd, gebruiken we, althans relatief rustige tijd, gebruiken we onze tijd nu goed om ons voor te bereiden op wat komen gaat. Ik noemde al sectoren, branches die uitgedaagd zijn om zichzelf ook te kijken welke acties zij kunnen ondernemen. Maar ook, als het gaat om, waar we ook vaak over gesproken hebben, ventilatie. Zet het kabinet alles op alles om in de zomermaanden ventilatie, zoveel mogelijk gebouwen, verder op orde te krijgen. Ik lees dat het kabinet geen enkele sector op voorhand uitsluit van eventuele maatregelen, mocht het virus in het najaar weer oplaaien. Het kabinet onderzoekt een afwegingskader met een juridisch kader op te stellen waarin ruimte is voor prioritering. Mijn vraag is, wat voegt zo'n afwegingskader toe? En gaat er nu concreet iets veranderen in het besluitvormingsproces? Komt er inderdaad een maatschappelijk impactteam? En wat voor rol krijgt deze? Voorzitter, tot slot nog over de zorg. Is de zorg en de ondersteuning voor mensen met langdurige coronaklachten nu goed geregeld? Alles wat daarover toegezegd is, heeft dat ook goede voortgang? Dank u wel.